ik ga jullie vandaag een aantal dingen laten zien. Onder andere hoe je fitheid 140 kan krijgen in Mindopia. For you. Yo, kijkers van Slijm PvP en welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Ik ben weer Omen, ik ben terug. Ja, ik ben terug voor misschien wel een paar video's nog op deze kanaal weer. Ik zit nu ook op met Slijm op PS, hij is helaas nog niet gemeld. Hallo Slijm. Even. Nou, wij zijn hier dus in Mindopia en ik ga jullie vandaag een aantal dingen laten zien. Onder andere hoe je fitheid 140 kan krijgen in Mindopia. Want het is volgens mij, als het goed is, uit. Je moet een aantal dingen doen, het is helemaal niet moeilijk. Maar eerst wil ik jullie laten zien wat ik at the moment in Mindopia doe. Je ziet dat ik 7,5k heb, maar dat klopt niet, want ik heb nog 700k in mijn chest in mijn kantoor liggen. Had ik er even afgehaald. Nou, mijn winkel is dus echt bij de tunnel, zeg maar, bij de richting Stuurville in Mindopia. Daar is de Cosmoportal en Stefans winkel meteen. Als jij 3-4 plots verder loopt, kom jij bij een mooie toyswinkel. Het valt ook echt legit meteen op. Hier is Andrew Games, dat is mijn manager. Hij zit hier toevallig ook aan het werk. Ik heb hier een aantal mooie items. Een giraf heb ik 25k. Een papegaai 40k. Een panda 32,5. Hallo meneer, kijk, hij heeft ook een mooie panda. Een bandit wop is 12,5 voor wat lagere mensen. En een beertje Jaden is 20k. Ik vind het persoonlijk best wel vet, een beertje Jaden en een papegaai. Wordt weer lekker drunky hero. En ik zie daar ook allemaal mensen. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Zullen we even kijken. Gaat fout hier of zo, kill. Kill. Oh, ik zie Duffy Games zitten. Duffy zit op een alt-account, Slijm. Wow. Nou, ik wist dat de vorige keer niet komt hij naar me toe. Maar goed, dit is dus mijn toy shop. Hier gaat het vooral, vooral. Jullie willen ook weten hoe je natuurlijk die fitted krijgt. Maar daar komen we zo meteen geen zorgen maken. Nou, als eerste mooie winkeltie. Kijk, hier allemaal voorraad. Hier nog wat het geld in komt. Hier heb ik een mooie keldertje. Eigenlijk is hij precies hetzelfde. Dit is by the way Mickey's oude plot. De kelder heb ik gewoon hetzelfde gelaten. Aangezien ik eigenlijk helemaal niet gebruik. Nou, hierboven heb ik... Kijk, hij is ook bezig met iets van fitheid. Maar dat laat ik jullie zo meteen allemaal zien. Hierboven heb ik allemaal kantoortjes. Deze is van Andrew. Hier ligt een loonkistie en allemaal dingen. Oh joh. Kijk, ik ben kijkblij. Nou, hier heeft wat armoes en wanneer vraag mij dan een kist en wanneer mag ik werken? Stik ze niet. Nou, dit kan dus iemand anders kantoor zijn. Dus zoek jij een baan, laat de sollicitatie achter. En allemaal mooie kantoors krijgen dan. En, wat doe ik nou? Hier kan je lekker koffie en chocomel pakken. Hier heb ik een mooie deurtje. Gaan we naar boven. Dan zie je hier nog wat ik over heb van mijn voorraad. Nog best wel wat. En die chest beneden staat ook nog vol. Etentjes voor mezelf. Een fudge game voor President Ballon. En dan pak ik even ervan af al mijn geld. Oh, dit is mijn KVK. Voor de rest zit hier nog wat ik normaal in mijn inventory heb. Normaal heb ik ook kleren aan. Alleen dat dit heeft ook weer met fitheid te maken. Dat ik mijn kleren gewoon helemaal uit heb gedaan. En gewoon speedo's in mijn linkerhand hou. Normaal heb ik altijd midnet eclipse aan, fuck, ja, best wel sterk armor op zich, prot 4 en zo. Ik zal het laten zien, het is best wel nice op zich, kijk, gewoon prot 2, respiration 3 en aqua infinity, infinity heb je niks, die aqua, maar goed, hier zit gewoon prot 4 op, dat is best wel chill. Brooks zit ook prot 4 op, en boots, die verder falling is echt zo chill, want ik spring gewoon van gebouwen af. En ik krijg maar een half hartje damage. Voor de rest heb ik full cassis, non-enchanted, enig setje, full outrage enchanted, full wit enchanted. Kom je aan die outrage? Wat? Kom je aan die outrage? Mike, daar hebben we het niet over. Hier heb ik full wit enchanted. Kijk, het was dus zo. Nee, ik heb nog nooit zoiets doms gedaan. Hier heb ik Mike! Nobobba! Hier heb ik de turquoise enchanted, ik mis hier nog de helm van, dus heb jij die? Kom gewoon naar mijn winkel toe, weet je wel. Gewoon een lekker coole winkel die. Ik heb hier ook nog een full rood setje. Op zich ben ik de best trots op, want dit is gewoon van season 3. Ik liep hier altijd in een non-enchanted setje van. Toen ik nog één derp was. Niet dat ik veranderd ben. Nou, wij gaan naar beneden toe. En ik wil je nog één ding laat zien hoe je fitheid. Nee, fitheid.
Nee, dan kom... Oh, wacht, ik zet even al mijn geld er weer op. Laat zien hoe je fitheid traint. Wat zei u? Laat zien hoe je fitheid traint. Boe, we willen dat weten, hè. Dat gaan we zeker zo meteen laten zien. Ik pak even mijn speedboots in mijn linkerhand. Ik wil nog één kleine toe doen. Hallo Max, of wie is dit? Ja, oh, Arnoud. Wij gaan naar de... Wij nemen een taxi en wij komen vlak bij Uptown uit. We gaan hier naar boven en dan kom jij bij mij een mooie winkel. Of ik bedoel huis, wat winkel. Omer. Hier heb ik... Wat? U weet dat over 6 minuten de kreet die komt op heet. Ja, dat komt goed, Mrs. Lane 0416. Nou, hier heb ik voor mij een mooi huisje. Ik vind het best wel leuk. 6 verdiepingen. Nou, hier is dus mijn woonplek. Hier had ik allemaal kleren aan, maar dat heb ik gewoon bij mijn winkel gezet. Ja, oké, zeg nou maar gewoon meteen dat je je huis te koop gaat zetten. Nee, ga ik zeker niet doen. Nee, deze huis hou ik denk wel tenzij iemand echt een mooie bond die laat. Bond. Hier heb ik dus gewoon een bed staan. Beneden als chillplekje met armor stand, weet je wel. Hier heb ik een bioscoopje staan met een raam. En hier heb ik een mooie dak staan. Gewoon om naar het dak te gaan. Echt niet om agenten dood te slaan. Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, hebben wij dat ooit gedaan, Mr. Slane? We hebben volgens mij echt nog nooit een agent vermoord, of wel? Nee, wel geslagen. Nou ja, wel geslagen. En we zijn een keer gechased door politieagenten. Ja, en twee regisseurs. Ja, kijk. Het was, ik werd beschoten. We waren dus iemand, zeg maar, iemand had ons geld gegeven. Dus wij gingen die kerel helemaal in elkaar mappen. Maar zeg maar, die ene kerel wat ons de opdracht had gegeven, wou graag wat gear wat hij aan had. Maar dat deed hij maar niet uit, dus wij blijven meppen. Nee, ik kom allemaal politieagenten bij Manege B op de scam weg. DJ's King ging ons ook slaan. DJ's King ging ons ook slaan. We zaten met hem te fighten, fucking grappig. Het ja, toen in één keer kwamen koude voor politieagenten. Ome die rende weg, maar ik was veel tijd omlaag gegaan omdat ik te hard aan het jitteren was en niet let op mijn eten. Dus toen was ik weer tijd omlaag gegaan, dus ik was niet zo snel. Dus een politieagent allemaal achter mij aan, gaan ze schieten op mij. Weet je wat die politieagent doet? Gaat stilstaan, gaat ze andere bodies roepen van, hey, kijk, hij is hier, wat doe ik? Snel de bosjes, doe allemaal uit, verwissel, blijf daar even sneaken, hij loopt voorbij en ren ik aan de andere kant weer weg. En dan was het zo van, begin ik in één keer naar mijn huis aan. En toen in één keer, natuurlijk wat elke politieagent deed in onze tijd, meteen naar mijn plot gaan, naar mijn huis en zeggen zo, en gewoon blijven staan, en allemaal voor mijn huis staan. Ja, klopt. Ik bedoel, hoe overroppelijk kan je zijn? Ik bedoel, we hadden allemaal bivakmutsen op andere kleding. En gaan ze even allemaal voor mijn huis staan. Nou, ik ga jullie dus... Ik heb jullie een klein toegegeven. En ja, misschien oké, maar ik niet heb. Laat zien hoe misschien je maak ik nog wel extra video's. Maar jullie willen weten natuurlijk hoe je fitheid krijgt natuurlijk. Dat ga ik jullie nu uitleggen. Nou, als eerst... Je ziet mij gewoon nobody. Geen gear en zo hebben. Nou, dat is dus één. Ja, het is nu nacht. Ik weet niet of het nu effect heeft. Misschien krijgt het koud. Alleen als jij in de zon staat en. Wat gebeurt er? De man steekt een gekke man. Roger steekt al fucking veel vuurwerk af. Nou, als jij dus gewoon in de zon staat, dan krijg jij zonpunten. Oh joh, hij steekt echt veel vuurwerk af. Nou, als jij in de zon staat, krijg je zonpunten. Als jij in de regen met kleren gaat, krijg je als het goed is ook punten. Daarom zie ik echt legit iedereen geen gear aan hebben. En je hebt nog één. En je hebt nog één ding. En dat is klimmen. Bergklimmen oftewel. En dat doe je gewoon simpelweg. Kijk wat Henry nu doet. Precies dit moet je gewoon doen. Gewoon bij Leaves kan je dat doen. Gewoon spatie. Niet met W. Gewoon spatie zo omhoog naar beneden. Omhoog naar beneden. En als je dat doet. Bij elke 5 kilometer statics klimt. 24 kilometer heb ik al. Als jij elke 5 kilometer doet, heb jij gewoon easy fitheid erbij. Kijk, je doet gewoon. Je gaat hier bijvoorbeeld staan. Je doet op spatie klikken zo. Kijk zo, tjuk. Je gaat omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. En als jij gewoon zo even doorgaat, haal jij die 5 kilometer easy. Tot nu toe weet ik zoveel dat, dus, dat je in de zon en regen moet staan. En als er nog meer komt, laat ik het jullie zeker weten. Alleen, ik ga dit nu weer vandoor. Dit, ja, komt dus allemaal lekker langs bij mijn toyshop winkeltje. Een mooie winkel en ja, laat eens mensen. Step op slang.